Dus dit is de Divoom Ditto, een super coole retro Bluetooth speaker waar je echt super veel dingen mee kan doen. Dus de Divoom Ditto. Toen het bedrijf mij aanbood om hier een review van te maken, dacht ik eerst van oh leuk. Het is weer een retro decoratie computertje met aanpasbare LED-lampjes. Maar toen ik het eenmaal uitprobeerde, was ik zo onder de indruk van wat het apparaatje van niet allemaal kon, dat ik het ook met gemak kan zeggen dat dit gewoon mijn favoriete gadget van het jaar is. Zo weet je, let's get to it. Laten we als eerst eventjes het design bekijken. De Ditto heeft een beeldscherm van 16x16 pixels die je helemaal zelf naar eigen wens kan aanpassen. Ook heeft het een 10 watt speaker aan de bovenkant en een toetsenbord van 6 toetsen die ook nog zelfs mechanisch zijn. De switches die gebruikt zijn in het toetsenbord zijn de Cherry MX Blues. Oftewel, klikkerdikkerlekkerdie en lekker light. Ook zijn de toetsen nog wit verlicht en deze kun je helaas niet van helderheid aanpassen. Is jammer. Ook heb je een pookje nog ernaast zitten die alleen naar onder kan bewegen en dient meer als een knopje. Het is geen joystick als je dat mocht denken. Aan de zijkant heb je nog een micro SD reader. En een aan-uitknop en een USB-C oplaadpoort. Ook krijg je de USB-C kabel nog erbij. En dan bekijken we het beeldscherm. Het beeldscherm wat erop zit is mooi vibrant met de kleurtjes. I like it. It's nice and colorful. De helderheid kun je helemaal zelf aanpassen wat je maar wil. En het kan heel fel worden, maar ook heel dim als je het bijvoorbeeld wil gebruiken als wekker bij je bed. Zoals ik eigenlijk doe. Ook kan je zelf helemaal aanpassen wat je wil weergeven op het scherm. Je kan dus van de community animaties downloaden of als je creatief genoeg bent, het zelf nog maken. Ze is soepel. En dan de speakers. Hoe klinken die nou? Ik kan eigenlijk zo zeggen dat ze aardig goed klinken. Ja, weet je, je hebt minder bas dan een JBL Charge 4, maar nog steeds produceert de Ditto een goede aanwezige bas. Maar het is ook niet te overdreven. Mids en highs klinken ook goed en ik heb praktisch eigenlijk gewoon nergens om over te klagen. Dan de verbinding. Het verbinden met de Ditto gaat eigenlijk vrij soepeltjes. Het werkt eigenlijk altijd gewoon en heb daar het hele huis gewoon wel verbinding met de Ditto. De Ditto maakt gebruik van Bluetooth 5.0, dus dat zit ook gewoon goed. En het enige probleem wat ik eigenlijk heb met de verbinding is als ik bijvoorbeeld zelf gebeld word, dat hij altijd automatisch ingeschakeld staat op de Ditto. Waarbij ik dus eerst de Bluetooth weer uit moet schakelen en dan vervolgens normaal kan bellen. Maar het is natuurlijk niet Ditto schuld, dat is meer een beetje een dingetje van mij. En de Ditto heeft ook nog zelfs een ingebouwde batterij. 3000 mAh om precies te zijn. Er wordt gezegd dat de Ditto tot 8 uren lang mee kan gaan op de batterij en ik kan het op zich wel bevestigen. Ik had een nachtje gehad van ongeveer 8 tot 9 uur lang, waarbij hij gewoon draaide op de batterij met alleen de klok aan. En de helderheid was aardig gedimd. Vervolgens had ik de volgende ochtend 10 tot 15% over. Dus de batterijleven kan echt enorm verschillen op basis van, weet je, hoe jij het gewoon gebruikt. Het is gewoon enorm verschillend. Doe je het heel veel, ja, dan gaat het snel leeg. Maar als je het niet zoveel doet, dan gaat hij toch wel een tikkeltje langer mee. Dus wat kan dit apparaatje nou allemaal? Wees voorbereid, hier komt nog best wel een aardig lijstje. Veel functies zijn trouwens ook alleen aanwezig in de software en niet op de apparaat zelf, dus dat. Maar goed, het lijstje komt. Het kan dus dienen als een Bluetooth speaker, shocker. Je kan dus eigen animaties en designs maken en weergeven op het schermpje. Of je kan animaties van de community downloaden en het daar juist weer dat gebruiken om dat hierop te laten weergeven. Je kan ook retro minigames spelen zoals Tetris, Magic 7 Ball en Snake. Je kan het gebruiken als een wekker, dat doe ik zelf, hartstikke fijn. Je kan ook notificaties ontvangen van Facebook, Instagram, Twitter of WhatsApp. Of gewoon een eigen app selecteren wat je maar wil hebben. Je kan weerberichten weergeven met een eigen visuele notificatie. Dus als het regent zie je bijvoorbeeld regen en donderwolkjes en dat soort dingen. Je kan voice memo's opnemen. Je kan nog je eigen muziek produceren via de app. En je kan nog radio luisteren. En, we zijn er niet voorbij, je hebt ook nog een decibelmeter. En we hebben nog een stopwatch. En we hebben nog een planner waar je dus reminders mee kan instellen. En die met een speciale animatie kan laten weergeven.
En dat is het eigenlijk ook wel een beetje, denk ik. Het is echt een boel. Maar dat maakt het allemaal juist ook zo mooi. En op zichzelf denk je echt, het is gewoon een simpele Bluetooth speaker met een pixel beeldschermpje. En dat is het ook wel. Maar door de software biedt dit apparaatje toch nog zoveel meer aan. En dat is op zich iets waar heel veel bedrijven nog wel van kunnen leren. En dan sluiten we uiteindelijk het geheel af met een eindbeoordeling. Wat beoordeel ik nou de Divoom Ditto? Ik vind het apparaatje dus echt top en kan dus niks anders geven dan een 5 van de 5 sterren. En jullie vragen je natuurlijk weer af, waarom? Alles is gewoon fantastisch. Het is een uniek stuk technologie en als ik wel van iets hou, is dat bedrijven unieke dingen creëren. In plaats van anderen een beetje kopiëren en het een slagje beter doen. De Ditto is gewoon uniek. Echt uniek. En het geluid klinkt goed en de software is na eenmaal even wennen super gemakkelijk in gebruik. Je kan uit zoveel ontwerpen kiezen om te laten weergeven op de Ditto. En alles in de software is ook echt gratis voor gebruik. Dus je hebt geen onzin premium pakketten, wat je ook best wel veel ziet bij andere bedrijven. Ook is het nu te koop voor $80. Wat is echt, het is echt een koopje. Normaal gaat hij voor $160, wat ik op zich ook nog niet eens zo heel verkeerd vind. Dus ja, ik kan dus dit apparaatje jou echt wel aanraden. En punt uit, dat is het. Dus, ik koop het, het is echt top. Ik vind het echt fantastisch, link in de beschrijving. Vond je de video trouwens nog leuk? Informatief of behulpzaam of wat dan ook, doe natuurlijk een duimpje omhoog. Ik word enorm. Abonneer natuurlijk als je meer van mijn kanaal wil zien. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Heb je trouwens nog vragen? De comment reactie sexy ding zit hieronder. Dus stel gewoon je vraag en ik help je uit. Tot de volgende keer.